een jaar of 10 geleden alweer introduceerde ik en mijn collega Timotheus Vermeulen de notie, omdat wij de intuïtie hadden, het was op dat moment echt nog een intuïtie, dat het debat over de cultuur zoals dat gevoerd werd in de cultuursociologie of in de cultuurfilosofie eigenlijk niet meer aansloot bij wat een nieuwe generatie, geboren in de jaren 80 of in de jaren 90, ervoer in hun dagelijks leven. Dus er zat een heel groot gat in wat jonge mensen deden en dachten en voelden en hoe daarover werd geschreven in de cultuurfilosofie. Het dominante discours toen was postmodernisme. Dat we leefden in een postmoderne cultuur. En toen wij begonnen met schrijven, het was ook ons eerste artikel, dat schreven we eigenlijk hierover, was het debat al aan het gaan naar postmodernisme, wat een afschuwelijke stotterterm was. Maar het debat ging eigenlijk nergens naartoe. En dat hele project, dat is eigenlijk een project wat je zou kunnen beschrijven als ook echt een project van een nieuwe generatie. Want wat deden wij? Het was postiarchisch, zoals we voor de pauze al zagen. Het was genetwerkt. En het was misschien ook wel, een beetje rekkelijk genomen, post-real. Dat was er nog niet. Wetenschappers, normaliter, en zeker jonge wetenschappers, bestuderen wat er al is. Die sluiten aan in de traditie. Wat wij deden, ik zat in een onderzoeksgroep waar veel onderzoek werd gedaan naar wat toen nog cyberspace heette en naar postmodernisme. En eigenlijk het eerste wat ik zei tegen mijn promotor, hartstikke interessant onderzoek, fijn dat ik hier mag komen, maar ik ben een beetje eigenwijs. Dat is iets wat deze generatie ook echt heeft. En ik ga niet schrijven over postmodernisme, maar over metamodernisme. En ik ga niet schrijven over cyberspace, maar over hybrid space, hybride ruimte. Dat is wat we vandaag synthetic noemen. Even door naar de volgende slide. Hoe doen we dat? Het is een hele oude namelijk. Dus ja, oké, heel goed. Ja, die moest ik hebben. En dat is alweer 10 jaar geleden. En ondertussen is het, doordat het zo'n genetwerk karakter had, is het een hele grote online discussie eigenlijk geworden. Ja, dat is ook vrij vreemd. Normaal worden wetenschappelijke discussies gevoerd in magazines, in journals, zoals dat heet in de academische wereld. En die journals hebben hele strenge poortwachters, peer reviewers. Omdat wij online begonnen met enkel wat intuïties en eigenlijk zeiden, kijk jonge mensen van onze generatie, wij hebben het vermoeden dat er iets aan de hand is. Kom ons alsjeblieft helpen met je eigen expertise, vanuit je eigen discipline, om in kaart te brengen wat er aan het gebeuren is in de hedendaagse cultuur. En doe dat vooral vanuit je eigen discipline. Ben je geïnteresseerd in poëzie? Doe het vanuit de poëzie. Theater, architectuur, literatuur. Alle velden die je maar kan bedenken. En dat leverde eigenlijk een enorme enthousiasme, genereerde dat. En op een gegeven moment hadden we een website, nu is het eigenlijk een archief. En dat fungeerde bijna als een soort Wikipedia om dat hedendaagse culturele landschap in kaart te kunnen brengen. En dat deden we met een mannetje of 40, 50 die daar aan meewerkte. Allemaal buiten de gebaande structuren om. Vanuit enthousiasme, vanuit een intuïtie, vanuit gemeenschapsgevoel. Dat collaboratieve, dat houden we er ook nog steeds in. Alles wat wij doen, alles wat wij schrijven en uitbrengen, is altijd in teamverband. Dus altijd met meerdere expertises, met meerdere perspectieven bij elkaar. Goed. Wat is dat nu precies, dat metamodernisme? Nou, wat wij vaak gebruiken om dit uit te kunnen leggen, is een notie die we ontlenen aan de cultuurfilosoof Raymond Williams. Raymond Williams heeft het over een gevoelsstructuur. Hij schrijft, a structure of feeling is a particular quality of social experience, historically distinct from other particular qualities, which gives the sense of a generation or of a period. Gevoelsstructuur is natuurlijk een uitermate vage term. En het is helemaal niet handig meer in de hedendaagse wetenschapsbeoefening, waarin alles empirisch moet worden getoetst, in modellen moet worden ondergebracht, et cetera. Maar het is tegelijkertijd ook een hele juiste en goede term, omdat het staat voor wat je zou kunnen noemen een breed gedragen sensibiliteit,
die een bepaalde generatie heeft, die in een bepaalde periode opgroeit. Op die periode kom ik zo terug. En het is zo breed gedragen dat het een aantal structurele kenmerken bevat. Dingen die over de hele linie, die je over de hele linie ziet terugkomen. En hoe kan je dat nu bestuderen? Juist door te kijken naar populaire cultuur, maar vooral ook naar de hedendaagse kunsten. Daarin, zegt Williams, en dat delen wij met hem, komt die gevoelstructuur tot uitdrukking. En door dat allemaal in kaart te brengen, kom je tot, zou je kunnen zeggen, de kern van die gevoelstructuur. En ook hoe dat uitwaait in allerlei soorten variaties op die gevoelstructuur. Die tot uiting komen in handelen, in denken, in doen. En de opvatting en normen en waarden. Het is een gevoelstructuur. Je zou dus tegelijkertijd kunnen zeggen, het is een gevoel dat structureert. Hè, dat het handelen van een bepaalde generatie kaders geeft. Om te kunnen snappen wat het verschil nu precies is met de postmoderne gevoelstructuur, is het handig om heel kort terug te denken aan het debat over het einde van de geschiedenis. Misschien herinneren jullie dat debat nog. Jaren 90 vooral gevoerd. Een begrip van Hegel, tweede keer dat Hegel vandaag voorbij komt, mijn dag is alweer geslaagd. Een begrip van Hegel, dat werd geherintroduceerd door Fukuyama, onder andere adviseur van allerlei conservatieve regeringen in de US, lid van denktanks, een hele prominente denker in de US. En hij schreef, we zijn aan het einde van de geschiedenis beland. De liberale democratie en deze gedereguleerde vorm van economie, neoliberale economie, is eigenlijk het eindstation van alle ontwikkelingen in en op de hele wereld. Alle landen zullen ingericht worden zoals wij in het Westen, het is ook een redelijk exclusief verhaal, ons land besturen, ons land inrichten. Maar op een breder niveau, op het niveau van de gevoelstructuur, staat dat hele debat voor the sense of an end, zou je kunnen zeggen. Dat is een term van Jameson. En het gevoel dat dingen tot een einde lopen, zag je terug in allerlei andere debatten. Bijvoorbeeld het einde over, het debat over het einde van ideologie. Wat we hier bijvoorbeeld heel goed zagen bij het verhaal over de derde weg en het afschudden van de ideologische veren dat Kok hield over zijn Partij van de Arbeid. Maar ook het einde van de kunst, et cetera. Dus dat gevoel dat dingen tot een einde waren gekomen, hè, dat het zo goed was, dat in het Westen we eigenlijk in een comfortzone zaten, die redelijk vanuit Westers perspectief welvarend en vrij en fijn was, dat is het postmoderne gevoelstructuur. Nou, wat je ziet, en in de theorie vooral, is dat het hele debat nu wordt gevoerd in andere termen. We zitten niet meer aan het einde van de geschiedenis, maar wordt nu vaak gezegd, we zien de terugkeer van geschiedenis. Met andere woorden, de geschiedenis heeft weer een kickstart gekregen. We hebben weer de behoefte om na te denken waar we naartoe gaan en moeten met z'n allen. En die behoefte zie je vooral heel erg bij jongere mensen. Nee, het is hier niet zo comfortabel als het lijkt. Dat valt echt wel mee. Dus laten we alsjeblieft gaan nadenken over waar we ons mee kunnen engageren. We zijn woke en we willen purpose. Wij noemen dat the sense of a band. En dat is ontleend aan een columnist, Aquila, die schrijft over the band of history. Een riff, een play op het debat over the end of history. Want wat is die band? Het is het gevoel dat alles continu in beweging is. Dat alles aan het verbuigen is en alles continu op zijn kop staat. Maar het is ook nog iets anders. Het drukt ook het gevoel uit dat hidden around the band, dus verscholen achter een bocht die we nog niet hebben genomen, maar die ergens in de toekomst ligt, dat daar, en ik gebruik dit woord niet om te shockeren, maar om te politiseren, dat daar eigenlijk een clusterfuck van wereldhistorische proporties wacht. Deze generatie weet dat er een hele trits problemen is. Die eigenlijk schijnbaar onoplosbaar zijn. Of misschien zijn ze wel oplosbaar. Maar die oplossingen hebben we nu nog niet. Maar we moeten er wel naar op zoek.
En je ziet dat die sense of a band, die gevoelstructuur, die breed gedragen is. En waarin jongeren het gevoel hebben dat dingen continu aan het verbuigen zijn. En dat er van alles op hen wacht, waar er eigenlijk geen goed antwoord op is. Die kon dominant worden in wat wij de jaren 2000 noemen. En dan niet als decennium, maar als periode. Wij beargumenteren in ons boek dat de jaren 2000 eigenlijk lopen vanaf het eind jaren 90 tot 2011. Een hele makkelijke ingang. We hebben al eigenlijk al heel veel voorbij zien komen vanmorgen, als je het daarover hebt. We hebben het al gehad over Carlota Perez bijvoorbeeld. En die schrijft in haar werk dat de bubbel, de techbubbel die barstte in begin jaren 2000 en eind jaren 90, dat dat het einde was van wat zij de installatiefase noemde van ICT, dus de infrastructuur werd aangelegd, en het begin van de deploymentfase, van dat het echt instituties en de cultuur gaat veranderen. In later werk spreekt ze eigenlijk over een double bubble en dan wijst ze naar de crisis van 2009-11, die eigenlijk een reactie was op die crisis van 2000. Ik ga u niet vermoeien met hoe dat precies zit, maar die zijn gelinkt. En die passen precies begin 2000, eind 2000. Je kan ook kijken naar wat wel in de literatuur de cycle of struggles wordt genoemd. Dus protestbewegingen. Eind jaren 90 zie je Seattle, Genua. Genetwerkte sociale bewegingen die opkomen om te laten horen, wij zijn het niet eens hoe dit aan het einde van de geschiedenis, hoe dit er nu uitziet, hoe dat gaat voor ons en voor anderen in de wereld. In 2011 krijg je Occupy, waarin eigenlijk die genetwerkte sociale bewegingen bijna mainstream werden onder jongeren. Enorm grote beweging natuurlijk. 2011 was ook wel het jaar van protest. In Time Magazine was ook de protester stond op de cover. Dus in de jaren 2000 kon dat gevoel, de sense of a band, dominant worden. En een generatie eigenlijk gaan tekenen en karakteriseren. Dit is een foto die ik heb genomen tijdens de protest op Beursplein in Amsterdam, Occupy. En dat vond ik eigenlijk heel typerend voor de wijze waarop deze generatie, de metamoderne generatie, omgaat met dat gevoel. Er is van alles aan het gebeuren, de wereld is continu in verandering en er komt iets aan waar we geen vat op hebben en wat eigenlijk levensbedreigend voor ons is. En dat is dit bord. Ik ben hypocriet, maar ik blijf het proberen. Jonge mensen zijn woke, inderdaad. Ze weten veel. Ze weten ook dat alles wat ze doen eigenlijk gebeurt, eigenlijk bijdraagt aan de problemen die ze zien. Het klimaat en de verandering door menselijk toedoen daarvan. Het feit dat ze mee moeten op een arbeidsmarkt die hen eigenlijk behandelt en als flexwerkers, tijdelijke krachten, stagiaires. En dat brengt ze in een hele precaire situatie. Ga je dan zeggen, ga ik niet meedoen? Nee, je moet wel daaraan meedoen, wil je nog iets van een carrière maken. Het feit dat ze moeilijk aan een huis kunnen komen. Ja, moet ik dan bij papa en mama blijven wonen? Moet ik gaan huren? Ja, je zal daarin mee moeten. En dus ze weten, alles wat ik doe draagt nu nog bij aan het oude systeem, aan het probleem dat het oude systeem veroorzaakt. Maar tegelijkertijd proberen ze wel om zaken te veranderen, om zich te engageren. Het kan niet met alle thema's, maar ze kiezen wel een eigen thema uit, een eigen purpose, om dan in de discours van vandaag te blijven, om zich toe te verhouden. En ook dat is natuurlijk niet, kan je niet roomser dan de paus zijn. Je kan niet, het was natuurlijk heel typisch toen met die klimaatspijbelaars, dat het NOS-journaal dan, of ik weet niet of het NOS-journaal was, maar in ieder geval een filmcrew, ging dan stiekem even kijken of de jongens niet toch bij de McDonald's gingen eten. Nadat ze hadden geprotesteerd tegen bijvoorbeeld de bijdrage van de vleesindustrie aan klimaatverandering. Dat lijkt heel gek voor oudere generaties. Want is dat niet hypocriet? Ja, dat is hypocriet. Maar alles wat we doen is hypocriet. Maar toch moet je proberen om daar iets aan te doen. Dus ze spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid om toch iets te doen. Ondanks dat het misschien niet zoveel zin heeft. Of ondanks dat je andere dingen doet die verslagen in lijn liggen met het systeem waar je in zit.
Deze generatie groeit dus op in een wereld, in kapitalisme 4.0 zou je kunnen zeggen, die extreem ongelijk is en extreem veel klimaat en bijdraagt aan de klimaatproblematiek. En dat is ook anders dan dat het was voor hun ouders. Als je gaat denken aan wat ik altijd in het Engels zeg, de mass mediatized comfort zone at the end of history, daar was het vrij goed toeven, zou je kunnen zeggen. We hebben nu een generatie die meemaakt dat zij voor het eerst het niet beter gaan krijgen dan hun ouders. Ze weten dat, ze zijn woke. Maar ze zijn ook ontzettend positief en geëngageerd. Een andere manier om dat te duiden is Gramsci's, dat is een theoreticus, term. En die zegt, er heerst een pessimisme van het intellect. We weten dat het slecht gaat. Maar er is ook een optimisme van de wil. De jonge mensen willen zich engageren. Willen zich op een positieve manier inzetten voor allerlei zaken waar zij om geven. Nou, naar de kunst. Deze twee werken beelden heel goed uit dat verschil in de generaties. Links ziet u Nam June Paik's Videowall. Een heel typisch postmodern werk. En als je bij deze videowall staat, dan zie je eigenlijk allerlei verschillende informatiestromen naar je toe komen. Het glinstert, het is allemaal neon. Maar je kan en hoeft eigenlijk niets met die informatiestroom. Het beeld activeert niet. Het maakt eerder dat je je soort overdonderd voelt door alles wat er op je afkomt. En dat je dat simpelweg maar probeert te verwerken. Het is een hele mooie scène, dat is ook een vergelijking van een cultuurfilosoof Jameson. Een scène uit de film The Man Who Fell to the Earth van David Bowie. Het is een alien die valt op de aarde en die heeft het vreemde vermogen om meerdere schermen tegelijk te kunnen zien. Dat is wel een alien natuurlijk, dus dat is eigenlijk niet menselijk. Aan het einde van de film zit hij voor een hele grote stapel tv's, lekker achterover geleund, op zijn bank, voet omhoog, alles tegelijk te kijken. Dat is eigenlijk de manier waarop de westerse mens, jonge mensen, aan het einde van de geschiedenis omgaan met alle informatie die op hen afkomt. Het mobiliseert niet. Het engageert niet, zou je kunnen zeggen. Het verandert in een soort apathie, cynisme, laissez-faire, gewoon je lekker je leven leven. Maar het engageert niet. En als je kijkt nu naar dit werk van een Libanese kunstenaar, Berlijn woonachtig, Annabel Daou. Dit heet Which Side Are You On? En dat is een hele nostalgische, een tv uit vervlogen tijden zou je kunnen zeggen. Nostalgie. Want toen was de wereld nog fijn en veilig. Maar wat we zien is een confessiescherm, waarachter een vrouw zit, lijkt het, weten we niet. We horen wel een vrouwenstem ook. En die vraagt aan voorbijgangers, which side are you on? Welke kant staan jullie? En op die vraag wordt eigenlijk altijd wel heel weifelend gereageerd. Mensen maken grapjes. The dark side. The bright side. Maar uiteindelijk, na die aarzeling, na dat eerste ongemak, komen mensen wel ertoe om inderdaad duidelijk te maken aan welke kant ze dan wel staan. En dat komt ook omdat we dat nu wel moeten. We hebben geleerd in de postmoderne jaren dat het eigenlijk heel gevaarlijk is om kanten te kiezen. Dat eigenlijk heel veel perspectieven allemaal wel iets hebben wat de moeite waard is. En dat zou je cultuurrelativisme kunnen noemen. Maar nu zien we eigenlijk dat jonge mensen gedwongen worden om een kant te kiezen. Al doen ze dat aarzelend. Maar ze zullen wel moeten. Een mooie vergelijking hier is, is een boek van Lyotard, De postmoderne conditie. Daarom beschrijft hij eigenlijk dat de manier waarop
de postmoderne mens in het leven staat, is als een kapitein op een boot, op een archipelago van allerlei kleine eilandjes met allemaal hun eigen culturen, gewoontes, gebruiken, et cetera. En als kapitein kan je ze allemaal langs die culturen, in die globaliserende samenleving, navigeren en kijken wat er het beste lekker bij jou past. Wat voor deze generatie geldt, is dat ze ook nog steeds wel zo'n kapitein op zijn boot zijn, maar dat die boot water aan het maken is. Dat die aan het zinken is. En dat ze worden gedwongen om een van die eilanden uit te kiezen. Om zich aan te sluiten bij hun tribe, zou je kunnen zeggen. Om daar zich te engageren met de normen en waarden die binnen die tribe, binnen die gemeenschap, op geld doen. Dus ze worden gedwongen om positie te kiezen en continu positie te kiezen. Als je kijkt wat dat betekent voor hun normen en waardenstelsel, is het interessant om naar deze twee werken te kijken. Links zien we weer een typisch postmodern werk, zou je kunnen zeggen. Hamilton's Just What It Is, That Makes Today's Home So Appealing, So Pleasing. Hele ironische titel. En hier zie je hoe het levensgevoel, the sense of an end, het feit dat het al goed zo is, zich eigenlijk vertaalt in de postmoderne jaren. Je ziet hier een ruimte, een hele naar binnen gekeerde ruimte, individualistische ruimte, die is ingericht. Als een collage gemaakt van allerlei damesbladen, beelden uit de massamedia, cultuur, luxe consumptiegoederen. Het is natuurlijk eigenlijk een kritiek op het consumentisme dat de postmoderne jaren is gaan beheersen. Het is een kritiek, want het laat zien wat jullie nou een lekker huis vinden, en geriefelijk, et cetera. Ja, dat is natuurlijk een beetje belachelijk. Het is heel ironisch, dit werk. Maar het staat ook op een hele bepaalde manier in de tijd. Het staat namelijk, als het heden staat hier op zich. Er is geen enkele relatie met het verleden. Je ziet alleen achterglas, dus uit deze wereld zie je een link naar een verleden, dat eigenlijk alleen maar ja, een soort achtergrond is, bijna behangpapier zou je kunnen zeggen. Maar er is ook geen ene link, geen ene relatie tot een toekomst. Het is alleen een kritiek op het hier en nu. En dus dat is heel erg kenmerkend voor de postmoderne generatie. En heel goed in het zien dat dingen een beetje belachelijk zijn, dat dingen misschien idioot zijn, goed in deconstrueren van hun wereld. Denk aan zoiets als punk en no future. Ja, het is hier een consumentistische rotplek. Maar ja, ik weet het even niet. No future. Wat je ziet in dit, wat wij een metamodern werk noemen, uit begin 2000, dat is eigenlijk, denk ik, een commentaar op Hamilton's werk. Het heeft dezelfde compositie, dus ook collage, ook mixed media. Kijk maar, als je kijkt naar die schuine lijn, die trap, die wordt daar weerspiegeld in die schuine lijn. Je hebt zo'n plateau dat zo helt, waar het huis daar op staat en daar is dat het vloerkleed. Er is een commentaar hierop. En hier zie je eigenlijk een hele andere relatie tot verleden, heden en toekomst. Die echt staat voor dat gevoel van verbuiging waar jonge mensen mee dealen. Want dit, hier zie je eigenlijk allerlei verwijzingen naar ofwel fictionele werelden, ofwel religies, ofwel utopieën uit het verleden. En al die fictionele werelden, die zijn en utopieën en religies, daarvan weten we dat ze eigenlijk ofwel problematisch zijn, dat ze kunnen leiden tot allerlei uitwassen. Daarvan weten we dat ze misschien helemaal niet werken. Daarvan weten we dat ze misschien een beetje bespottelijk zijn. Maar toch, uit die resten wordt hier wel één fictionele nieuwe wereld gecreëerd. Wat ook belangrijk is, is om te zien dat deze werelden eigenlijk helemaal niet in één wereld kunnen zijn. Je kan niet een verwijzing hebben naar religie en een verwijzing, zoals je daar dus een verwijzing naar Nietzsche's tightrope, de koordloper in Nietzsche, het boek waarin hij over nihilisme heeft. Dat kan niet in één wereld. Je kan geen cowboys en indianen hebben en science fiction. Je kan geen verwijzing hebben naar Oosterse religies en naar het christendom in één wereld. Maar toch bestaan ze hier bij elkaar, mutually exclusive als ze zijn, in deze wereld. Hoe dit werk heet is The Covenant
of the elect, de bijeenkomst van de verkozenen. Nou weet je niet helemaal of dit nu ironisch is, zou kunnen, maar het zou net zo goed heel serieus kunnen zijn als commentaar, als titel. Dus waar dit een hele, eigenlijk in het postmoderne levensgevoel, ironie de standaardmodus is om je te verhouden tot de wereld, wordt in, voor de metamoderne generatie, nog steeds wel ironie gebruikt, maar wordt het net zo vaak tijdelijk opgeschort, omdat ze zich serieus willen verhouden tot een bepaald thema. Ze weten dat het bouwen van utopieën hartstikke eng en gevaarlijk is. En ze hebben ook nog niet echt de taal om nieuwe alternatieven te bedenken. Dus ze grijpen heel erg terug op wat er al is. Op het net bijvoorbeeld plakken ze mix en mash allerlei dingen aan elkaar. Ze pakken ze allerlei dingen uit het verleden en uit het nu. Om tot nieuwe fictionele werelden te komen waarin ze zich als een gemeenschap kunnen gedragen. Ik moest heel erg denken aan die artificial intelligence. Dat is eigenlijk precies de wijze waarop jonge mensen nu als utopisten in de wereld staan. Ze analyseren wat er allemaal is en wat er al geweest is. En op basis daarvan komen ze met nieuwe, aanhalingstekens, alternatieven. Je ziet bijvoorbeeld in Engeland, dat is heel erg interessant, dat de Labour-beweging ineens weer enorm populair is geworden onder jongere mensen. En dat het eigenlijk komt omdat Corbyn al sinds jaren 60, 70 hetzelfde zegt, socialisme, en dat de jongeren ineens denken, verrek, verdomme, nooit van gehoord, goed idee. Dus het is een hele rare fase waarin we nu zitten. Je ziet aan de ene kant dat er een enorme hang is om je te engageren, purpose. Dus ook enorm veel weet van wat er allemaal mis is onder jongeren. Maar ze zijn nog heel erg zoekende hoe ze nu precies moeten vormgeven aan een alternatieve manier van gemeenschappen en samenlevingen organiseren. En dat is denk ik de uitdaging die ze zichzelf hebben gesteld en waaraan ze de komende jaren zullen gaan bijdragen. Als generatie. En ik denk dat je dat het beste kan zeggen dat zij het heden zijn gaan zien als het verleden van de toekomst. Dus ze zijn nu aan het experimenteren voor een alternatieve samenleving. En al die kleine experimentjes samen zullen straks een andere samenleving veroorzaken. Dank u wel. Ik moet het even een klein beetje laten bezinken. Vertel me nou. Ja, snap ik. Ja. En misschien heb jij het antwoord. Wij stellen vooral vragen, hè, filosofen. Ja, moet ik nou gerust zijn wat je vertelt of ongerust? Beide. Helaas. We zitten echt op een snijvlak waarin je ziet dat jonge mensen zich engageren en mobiliseren. En dat kan eigenlijk nog alle kanten op. Metamodern is ook Forum voor Democratie en de jongeren die daar naartoe trekken. Die zien ook, hey, het gaat nu niet goed. We willen iets anders en we gaan daaraan werken. Ook gebaseerd trouwens weer op denkbeelden die aan het verleden al op geld hebben gedaan. Dus dat zie je eigenlijk aan alle kanten. Nou, ik zat ook te denken, we eindigen met Rutger Bregman. Is Rutger nou een postmodernist of een metamodernist? Rutger is een metamodernist. Rutger is een metamodernist. Ja. En waarom? Nou, omdat hij eigenlijk ook overal op zoek is naar alternatieve manieren om dingen te doen. Omdat zijn analyse ook is, zoals het nu gaat, is het eigenlijk een doodlopende weg. En daar ook nog in aan het zoeken is. Maar het slaat niet door. Dat is interessant. Hè? Het is niet een heel modern utopisme wat helemaal door kan slaan in massabewegingen, et cetera. Er zit altijd wel nog een rem op, zie je eigenlijk aan alle kanten. Dus mm-hmm. Heel erg pragmatisch utopisch, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Hey, als laatste vraag heb ik dan nog. Jij als cultuurfilosoof, kan jij misschien duiding geven aan waar wij... Nou, semiotisch is het heel moeilijk. Want wat maak jij hiervan? Ik ben eigenlijk, als we het over een nieuwe generatie hebben, dan zit daar een bepaald element van kitscherig, ironisch, inderdaad eenhoorntjes, dat soort dingen wel in.
En dat is ook de meme-cultuur. Mm-hmm. Maar er zit eigenlijk ook een hele hang naar organisch, biologisch, folk, oprecht, authentiek, dat horen we ook vanmiddag. Uh-huh. En dat mis ik eigenlijk een beetje. Dat mis ik ook. Ja. Ja. Dat, ik kon het niet zo goed beschrijven, maar nu weet ik... Ja. Nu weet ik toch dat we voor de helft goed, maar voor de helft fout gedaan. Ja.